Wienerouders, hier staan voor u twee nieuwe gasten, Helene de Brouwer en Bart van Hoek. Ja, dan mag je rust voor dat applaus zien. Ja, maar deze twee mensen die durven het aan om met hun even van, iets van hun leven te laten zien. Want in alle generaties en culturen komt het voor dat jonge mensen op jonge leeftijd dus ook vader of moeder gaan worden. En wat voor impact heeft dat en op de mensen zelf en hoe reageert de omgeving erop? We willen dat graag van jullie wel eens even horen. En Helene, misschien mag ik met jou beginnen. Jij bent op hele jonge leeftijd ook zwanger geraakt. En hoe kwam dat bij jou zo in één keer? En nu? Moet ik dat jou nog uitleggen hoe dat werkt? Hoe komen ik die bedoel dingen? De reactie naar buiten toe. Hoe is dat nou gekomen? Ja. Ik zal mijn mond wel even spoelen. Ja. Nou, ik was bijna 19 toen mijn eerste dochter geboren werd. En natuurlijk werd daar niet... het nieuws werd natuurlijk niet met open armen ontvangen. We waren er bij ons thuis niet echt heel erg blij mee. En ik in eerste instantie was natuurlijk voor ons ook schrikken. Maar al snel hebben wij gedacht, ja, dan gaan we daar iets moois van maken. En het gezin verder stichten tot we een volledig gezin waren. En zeg maar het leven waar je normaal gesproken leeft, een beetje achterstevoren leven. Ja. En hoe was het bij jou, Bart? Bij mij was het ook een hele grote schok toen ik te horen kreeg dat ik papa ging worden. Ik was natuurlijk op een leeftijd dat ik helemaal niet bij stil stond om kinderen te krijgen. Ik dacht aan veel andere dingen als luiers verschonen en flesvoeding geven. Hoe oud was jouw vriendin? Mijn vriendin die was 17 op het moment dat Bas geboren werd. En ik was 21. Ja. Dus ben je met hele andere dingen bezig als met luiers verschonen, flesvoedingen geven. Maar goed, je moet toch je verantwoording nemen, want je hebt wel de verantwoording voor een kind te nemen. Maar dat betekent dus ook dat jullie leven enorm verandert, want dan krijg je een hele draai. Daar waar je mee bezig bent, moet je voor een stuk mee stoppen? Of hoe zat het met school? Ik kwam binnen en Maya zei, ik weet nog een leuke anekdote die je toen vertelde. Op een gegeven moment ging Wendy naar de middelbare school, kwam op de Dulfus en werd dan... De leerkrachten die kwamen dan een hand geven. En toen zeiden we eigenlijk zo voor de grap, ze heeft hier al een keer gezeten. Ja, uiteindelijk, ik ben inderdaad gestopt met mijn opleiding. Geert, mijn toenmalige man, die ging zijn vrachtwagenrijbewijs halen. Ging dus veel werken. Ik bleef de eerste jaren thuis om op de kinderen te passen en voor te zorgen. Studie werd inderdaad in de ijskast gezet. Wat voor studie was dat toen? Ik zat toen nog op het VWO. Oh ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het ook niet zo heel erg vond, hoor, om het toen te Uiteindelijk heb ik die later wel weer opgepakt, maar toen waren de kinderen al wel dikke tieners. Dus je draait het om. Ja, precies. En bij jou, Bart, want jij werkte toen? Ja, ik werkte toen, dus... ik kon eigenlijk gewoon blijven werken. En mede door de zorg van mijn ouders en schoonouders heeft mijn toenmalige vriendin ook altijd gewoon kunnen blijven werken en studeren naast de opvoeding van ons kind. Want het werk wat je nu doet, dat heb je ook nog te danken, heb ik begrepen aan... Ja, ik werk momenteel in het bedrijf van mijn ex-schoonvader, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus het heeft me wel windeieren gelegd. Ja. Nou, misschien is het ook wel leuk, want we praten nou over jullie vroege... papa en mama zijn, maar misschien is het wel leuk, want ik zie daar Bas zitten. Bas, wil jij er eens even bij komen? En Wendy, wil jij ook even erbij komen? Bas is van Bart. En dan zien jullie ook meteen dat Helene niet alleen een jonge tienermoeder was, maar ze is intussen ook oma. Valt er niet aan. Nou, dan pak ik maar even deze microfoon... Nou, dan begin ik eerst even met jou, want jij bent dus het kind van een hele jonge moeder. Leuk ervaren? Of? Ja, eigenlijk wel. Ik heb daar nooit iets negatiefs aan ervaren. Nee, maar je kunt het ook moeilijk vergelijken met anderen natuurlijk. Ja, ik weet niet beter. Ja. Ja, maar ik vond het ook altijd wel
wel iets hebben dat ik nog gewoon met mijn ouders in de kroeg kon staan. En ja. Dat die dat nog net zo leuk vonden als ik, zeg maar. En nu een jonge oma, dat lijkt me toch ook wel heel erg, erg mooi, hè? Ja, super. Die, nou ja, inderdaad, die kunnen nog gewoon volop meedoen en voetballen. En ja, dat is hartstikke leuk. Mooi. Ja. Bas, en bij jou, hoe is dat, een jonge vader? Wel leuk. Hij gaat wel mee met de tijd, dus... Ja? Ja. Oh, ik dacht, je zei, nou, jong. Ja. Nee, je vindt het wel aardig, dus ja. Want jij woont af en toe bij papa en dan weer bij mama? Ja. En? Ik vind dat niet erg. En je hebt nu ook nog broertjes erbij gekregen? 2. 1 bij mijn vader en 1 bij mijn moeder, dus... Ja. Hoe oud zijn die? 1 is 2, 2 is 1,5. Oh, dus je hebt nog hele kleine broertjes erbij gekregen. Klopt. En hoe ervaren die dat? Want jij hopt af en toe dan naar de een en dan naar de ander. Ja, ik hoor dat mijn broertje van 2 me af en toe wel eens zoekt als ik weg ben. Ja? Dus... Oké. Okay. Nou, hebben we nog iets gemist? Hebben we nog iets te vragen? Zijn er mensen uit de zaal die misschien nog iets willen weten? Hoi, jee, hoor ik ze zeggen. Nou, dat komt dan goed uit, want ze blijven nog even hier. Dus als jullie straks zeggen van, nou, ik zou nog iets meer willen weten, dat kan allemaal. Spreek ze even aan en hartelijk dank dat jullie jullie verhaal even hebben willen doen. Dankjewel. En veel succes met de kleine. Ja.